Hey, Hello Box Music, mijn naam is Martin en wat leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op ons YouTube kanaal. In deze video niet één monitor, maar de complete vernieuwde A-serie van Adam Audio. Daar gaan we. Iedereen die bezig is met geluid, zei dat het produceren, het maken van muziek, het mixen of masteren van van audio en ga zo maar verder. Als je met geluid bezig bent, dan is Adam Audio een naam die ongetwijfeld meerdere malen voorbij is gekomen. En ik heb vandaag het genot om de vernieuwde A-serie aan jullie te introduceren en natuurlijk wat specificaties te gaan benoemen. De A-serie van Adam Audio zit precies tussen de T-serie en de S-serie, en eigenlijk de drie grote series van Adam Audio. De A-serie is de middenklasse waarbij de T-serie je instaplijn is waarbij je de basisfunctionaliteiten krijgt met een fantastisch goede sound. Heb je niet de tuningmogelijkheden die je krijgt met de A-serie en heb je ook niet de absolute crème de la crème dat dit merk te bieden heeft met daarbij chirurgische precisie als het komt op je geluid met de S-serie. Deze combineert het beste van beide werelden in een betaalbare maar nog steeds multifunctionele oplossing. Op papier qua technische specificaties zien we niet de grootste hoeveelheid aan verschillen tussen de oude A-serie van RM en deze vernieuwde lijn. Het enige wat we wel consistent eigenlijk zien tussen de oude en de nieuwe lijn is dat deze monitors ietsje lager gaan qua bass-extensie. En dit is natuurlijk te danken aan waar ik het zo over ga hebben, het vernieuwde cabinet-design en de nieuwe. Woofer. Dus laten we het eventjes hebben over waar deze wel in verschillen voordat ik daarop terugkom en dat zijn de features die we aan boord vinden van de nieuwe A-serie. Deze geeft je veel meer mogelijkheden dan de voorgangers om ervoor te zorgen dat je deze monitors perfect kunt tunen aan jouw ruimte. Er is een reden waarom ik deze kleine schattige A4V heb besteld en dat is omdat ik deze heel makkelijk kan draaien voor jullie. Waar we het verschil eigenlijk voor het meeste vinden tussen de oude serie en de nieuwe serie is de tunability van de nieuwe A-serie. We hebben verschillende mogelijkheden om ervoor te zorgen dat deze monitors aansluiten bij de ruimte waarin ze zich bevinden. Wat eigenlijk net zo belangrijk is als de monitor zelf. Je kan de duurste van de duurste monitors halen, maar als je ruimte niet goed klinkt, dan is dit geen pleister. Uh, zo simpel is het. Maar als je wel een goed behandelde ruimte hebt, dan zorgt dit ervoor dat je de monitor kunt aanpassen. Op die ruimte en daarmee een perfecte, vlakke geluidsweergave kunt genereren. En daarvoor hebben we een aantal verschillende opties die ik kort eventjes met jullie wil bespreken. Om te beginnen hebben we hier aan de bovenkant vier knoppen zitten, uh, die eigenlijk per stuk verantwoordelijk zijn voor hun eigen kleine frequentiegebiedje waarmee je deze monitors kunt tunen. We hebben de basfrequenties, dus je lage frequenties. We hebben de desk frequentie, waar ik zo even op terugkom. De presence en de treble frequenties, die we allemaal een beetje kunnen boosten of een beetje kunnen weghalen. Afhankelijk waar je te veel of te weinig van hoort in jouw ruimte. Hierbij is de desk inderdaad een klein beetje bijzonder en die is specifiek gemaakt voor wanneer je deze monitors op een bureau, op een desk uh, plaatst en je toch last hebt van de reflecties van uh, de monitor naar je bureau en dan naar je oor. Uh, dit kan zorgen voor enige comb filtering effecten of eventuele ophoping van geluid dat je dus met deze controle makkelijk kunt boosten of elimineren. Bahar nodig. Wanneer je deze monitor dus met deze vier knoppen hebt ingesteld, afhankelijk van wat jouw ruimte nodig heeft, is deze monitor ook nog eens multifunctioneel. Want onder die knoppen vinden wij een voicing knop en die voicing knop zorgt ervoor dat je door verschillende standen van deze monitor kunt schakelen. Ene van, daar ga ik straks wat dieper op in, maar we hebben eigenlijk twee die initieel belangrijk zijn als we tunen met deze vier knoppen. We kunnen daarna nog een laag dieper gaan, maar opnieuw daar kom ik zo op terug. Bij de voicings vinden we er twee die ik eerst wil behandelen. Dat is de Pure en dat is de UNR. De Pure, heel kort, is eigenlijk de zo vlak mogelijke uh, respons die je kunt krijgen uit deze monitor. Dus geen, geen rare boosts of, of, of cuts in het frequentiespectrum bovenop wat je hier hebt gedaan met deze vier knoppen hier zo. En het streeft erna om een zo vlak mogelijke gelijkmatige weergave te geven. Van het geluid dat je met deze monitors produceert. Dat uh, is heel handig, natuurlijk. En heel gewenst als je wilt mixen en of masteren uh, door gebruik te maken van deze monitors. Want alles komt evenredig naar buiten. Dus je hebt een goed beeld van wat je aan het doen bent. Stel, je bent muziek aan het schrijven, je wilt wat meer leven in je sound hebben, dan die absoluut vlakke respons van de Pure. Dan hebben we de UNR. De Unified Natural Response. En Eigenlijk is dit het profiel dat de engineers bij Adam Audio hebben gebouwd om deze monitor zo lekker, zo goed mogelijk te laten klinken. Het maakt je sound inderdaad lekkerder om naar te luisteren. Wat natuurlijk fantastisch is als je muziek aan het schrijven bent. Het geeft wat meer leven, wat meer dynamiek aan je geluid, waardoor het schrijven wat meer geïnspireerd wordt bovenop natuurlijk het vlakken wat je zou krijgen met de pure voicing. En naast die twee voicings vinden wij de EXT Voicing, de External Voicing. En hier kan je twee verschillende toepassingen op loslaten. Ten eerste kan je deze monitors prima tunen via e-control, de control software die je krijgt uh, gratis en van iets bij het aanschaffen van een of meestal een set aan deze monitors. Uh, waarmee je dus je monitors kunt tunen op een wat dieper niveau dan dat je kan met deze vier knoppen alleen. Alleen wil je echt. Voor precisie gaan met deze monitors, dan heeft Adam Audio een samenwerking opgestart met SonoWorks. En SonoWorks zorgt ervoor dat je deze monitors echt op jouw ruimte specifiek kunt kal kalibreren en dat met de mate aan nauwkeurigheid dat je eigenlijk met deze vier knoppen niet kunt krijgen. Dus mocht je inderdaad deze monitors heel precies willen tunen, eh, dan kan je natuurlijk ook verder kijken bij ons op onze website voor SonoWorks. Dan haal je zo'n microfoon, die zet je in de ruimte en je laat deze monitors zichzelf tunen tot Eigenlijk perfectie, afhankelijk of aangepast, compleet aan jouw ruimte. Bovenop die features heeft de nieuwe A-serie van Adam Audio een herontworpen cabinet design met een nieuw materiaal waarvan de woofer is gemaakt. En het nieuwe cabinet zorgt ervoor dat de reflexports meer geïntegreerd kunnen worden in het design en het zorgt in het algemeen voor een wat strakkere geluidsweergave. Wat ook zorgt voor een strakkere geluidsweergave en natuurlijk samen met de cabinet zorgt voor een iets lagere bas-extensie bij dezelfde specificaties, is de nieuwe woofer die gemaakt is van MLM, Multi Layer Mineral. En dit materiaal is heel hard, het is heel rigide, het, het, het zal niet te veel uh, bewegen op zichzelf tegenover de carbon fiber, wat nog steeds wel een goed woofermateriaal is, uh, maar niet zo sterk als de MLM van zijn voorgangers. Het hele plaatje samen zorgt ervoor dat je een heel heldere, een heel gedefinieerde low midrange range hebt. zeker vanwege dat harde materiaal, dat MLM, waarvan de woofer is gemaakt, zorgt voor een heel strakke weergave, in het bijzonder in je lagere frequenties. En natuurlijk in combinatie met de geweldige en befaamde ribbon tweeters van Adam Audio, zorgt ervoor dat je een heel open en heldere top-end hebt met genoeg air, omdat deze ribbon tweeters natuurlijk een heel hoog Frequentiebereik hebben in de hoge frequenties. En daarin zitten eigenlijk de grootste features binnen de nieuwe A-serie van Adam Audio. Eén ding dat ik wel wil meegeven: je hebt tuningmogelijkheden ten top binnen deze monitors zitten. Het is natuurlijk geen pleister op slechte ruimtelijke akoestiek. Als je dat wilt aanpakken, dan zijn er natuurlijk genoeg dingen bij Box Music te krijgen om uh, dit dus uh, te kunnen verhelpen, waardoor deze monitors nog beter tot hun recht gaan komen. Het herontworpen kabinet van deze monitors maakt het ook mogelijk om deze nou te mounten, en we zien bij steeds meer grote studio's dat immersive audio uh, daar toch wel een beetje een standaard begint te worden. Dus dat deze monitors dat kunnen is natuurlijk een stap vooruit en een beetje future proofing vanuit Adam Audio. Immersive audio. Is heel gespecialiseerd en een dingetje aan Customer Service dat Adam Audio biedt uh, voor degenen die daarin geïnteresseerd zijn. Is dat ze helpen bij het opzetten van een immersive audio setup uh, via hun interne specialisten. Dus heb je die plannen dan kun je Adam Audio dus opbellen en zeggen van hey, dit is mijn plan of e-mailen natuurlijk. En hun help je mee met een oplossing uh, voor jouw immersive omgeving. Dus dat wil ik zeker eventjes meegeven. Tot slot over het cabinet design is dat deze zowel horizontaal als verticaal te gebruiken zijn. Dus deze horizontale configuratie, de A44H, is ook verticaal te gebruiken en deze A4V is ook horizontaal te gebruiken. Hierbij is wel een belangrijk punt dat de ribbon tweeter plus waveguide geoptimaliseerd zijn voor de originele configuratie waarin deze monitors uh, geleverd worden. Dus deze verticale monitor heeft deze nou. Verticaal staan. Wil je deze horizontaal zetten, dan zul je de waveguide moeten draaien 90 graden. En dat mag je gewoon zelf als gebruiker doen. Valt binnen de garantie. Uh, en dat doe je heel simpel door hier de schroefjes los te maken, de ribbon tweeter voorzichtig wat naar buiten te halen, 90 graden te draaien, weer terug te zetten en de schroefjes weer vast te maken. Dit zorgt ervoor dat de afstraling. Van die ribbon tweeter plus natuurlijk die waveguide, uh, samenvalt met de configuratie waarin je deze monitor gebruikt voor een optimale luisterervaring en geluidweergave. Klein puntje dat ik daarbij wil benoemen is tape dit eventjes af voordat je de schroefjes loshaalt. Er zit uh, ja, toch een magnetisch element in, dus mocht je een schroefje laten vallen, uh, het valt op de ribbon tweeter. Dat is natuurlijk niet fantastisch voor de ribbon tweeter. Dus tape dat even af alvorens. Je dat doet. De A-serie van Adam Audio deed eigenlijk al meer dan dat ik verwachtte voor monitors binnen hun respectievelijke prijsklasses. Met de vernieuwde A-serie gooit Adam Audio daar nog een schepje bovenop. Deze monitors hebben een ton aan mogelijkheden qua tunability om aan iedere ruimte zichzelf aan te kunnen passen. En met het vernieuwde design en materiaal waarvan de woofers zijn gemaakt, geven ze een nog strakkere weergave dan tevoren. Heb je nou interesse in een van de specifieke modellen uit deze nieuwe serie dan kan je klikken op een van de vele linkjes hieronder in de beschrijving uh, daar vind je het model dat het beste aansluit bij jouw wensen en wat jij nodig hebt uit je studiomonitors. Vond je deze video leuk dan worden we enorm blij van een duimpje omhoog voor vragen opmerkingen of om mij gewoon een berichtje te sturen kan je terecht bij de comments hieronder uh, daar zie ik ze natuurlijk hartstikke graag tegemoet en voor meer van deze video's Ga je abonneren op het YouTube-kanaal van Box Music. Mijn naam is Martin en ik zie jullie heel graag terug bij de volgende video. Tot ziens!